Welkom bij de Pinanti Ispinanti Cup 1 tegen 1. Drie West-Vlamingen strijden om één plaats in de volgende ronde. In de jury zitten Johan Boskamp, trainer van FC Dender, Bob Peters, spits van SK Lierse en Michel Bruinings, lesgever voetbal aan de topsportschool. Scheidsrechter is Frans van den Wijngaard. Het eerste duel gaat tussen Matthias van de Woestijnen, middenvelder van KM Torhout, en Jens Kroonwee, vleugelspits van Club Brugge. Bloembal. Ja. Dus Matthias was volgende zenuw, dat zag je aan hem. Het is heel belangrijk dat hij dat hier vandaag ontdekt. Stress, druk, kan heel veel invloed hebben op presteren. Hij passeert mij graag. Heel kort. Ja. Ik was alleen en doodde ze dan voorbij en scoorde. Goed gedaan, man. Ik moet er geen tekening bij maken, denk ik. Hola, man. Toen hij zijn dribbles die, dat was zo'n prachtig. Dat is geen clubspeler. Ik bedoel, die heeft te veel techniek. Jens pakte 3 punten en staat aan de leiding. Matthias moet nu winnen of hij ligt eruit. En hij neemt het op tegen Jasper Maarten, de centrale middenvelder van KSV Roeselare. Een 10, dat zou normaal moeten. Killer! Ja, afgestraft. Ik denk veel beter voor mij. Maar daar komt dat ventje, die Jasper, en trekt zij van helder weer het niks aan. Alles wat hij deed was naturel. Dus dat was echt leuk om te zien. Goed jongen. Je moet dat een beetje onverwacht doen. Als je dan gewoon bent ziet, is dat een beetje. Wie trekt het gat? Ik vind alleen de kopje, ja, een boevenkopje niet heel over. Ja, nog 3 seconden te spelen. Ik vind het goed, ja, niet goed, maar ik ben blij dat ik al zo ver geraakt ben. Matthias is uitgeschakeld. Jasper heeft nu net als Jens 3 punten, maar hij heeft minder gescoord. Het laatste wedstrijdje bepaalt alles. Jasper moet winnen of hij ligt eruit. Jens heeft genoeg aan een gelijkspel. De finale was op scherp van de snee. Ik denk dat we zelf als jury ook, het was heel spannend. Toen ik 2-0 achter kwam, heb ik kalm gebleven en niet in paniek geslagen. Ik moet zeggen dat Jasper op een gegeven moment eigenlijk uit een verloren positie, maar hij is heel veel initiatief blijven tonen. Hij liet expres een hoek open, heb je gezien? Dat is niet een paas, dat zie je. Als je gat lukt, denk ik mee. Ik probeerde hem gewoon erover te lopen en erin. Was ernaast. Het is dicht bij elkaar. Hè? Mijn straatvoetbal. Wit is frisser. Oeh, spannend. Meest gevaarlijk. 30 seconden. Op ons score, ja, dat is doen. Op ons score, dat is niet te geloven.
Dat was een thriller. Dat je zoiets vindt, natuurlijk, is dat tof. Je zit al zo ver. Ik vind dat niet nog. Jasper scoorde in de laatste seconde de goal van de overwinning. Hij gaat door naar de volgende ronde.